De derde vrijdag van de maand doe ik altijd mee met de Instagram hop van Stampin' Hop. Hallo en welkom bij een nieuw filmpje voor Prulleke. Ik ben Leonie en sinds 2018 ben ik een onafhankelijke Stampin' Up demonstratrice. In mijn knutselwerkzaamheden houd ik me vooral bezig met scrapbooking, maar ik maak ook regelmatig nog een kaartje. Waaronder dus voor de Stampin' Hop Instagram hop die vanavond om 7 uur plaats gaat vinden. Het thema deze keer is KAS. En KAS is een afkorting die staat voor Clean and Simple. Kijk maar. De derde vrijdag van de maand doe ik altijd mee met een Instagram hop en die heet Stampin' Hop. Die komt vanavond om 7 uur live. En ik wil nou laten zien welk kaartje ik daarvoor gemaakt heb. Het thema deze keer is KAS en dat is een afkorting die staat voor Clean and Simple. Dus het zijn hele eenvoudige, snelle kaartjes wat goed uitkomt, want ik heb weinig tijd vandaag. Ik begin met een basiskaart. Deze basiskaart is extra stevig basic white kaartkarton. Het was een A4'tje die ik door midden heb gesneden in de lengte, dus bij 10,5 centimeter. En ik heb hem vervolgens een rillijn gegeven bij 14,85 om zo mijn basiskaart te vormen, die ik dus mooi kan aanduwen met mijn vouwbeentje, zodat ik een mooi strak paneel heb wat blijft liggen. Daarop gaat een paneeltje komen, opnieuw van Basic White, deze keer niet extra stevig, maar de reguliere. Deze is gesneden op 6 cm bij 10,35, dus dat is 4,5 centimeter kleiner dan de voorkant van mijn kaart. En ik ga stempelen met de Vol Verrassingen stempelset. Deze is ook te verkrijgen als een bundel, dus met een mooi set stansel erbij. Ook los te verkrijgen. Ik vind het altijd fijn als we een leuke Nederlandstalige set hebben. Dus hier wilde ik mee aan de slag. Om te beginnen heb ik Daffodil Delight inkt gepakt. En die wil ik gaan gebruiken voor mijn spreukje. En mijn spreukje wordt Doe een wens. En die ga ik redelijk naar de onderkant van mijn paneeltje stempelen. Niet helemaal onderaan, maar een beetje ruimte. Doe een wens. Dan houden we de inkt nog een klein beetje in de buurt. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee. En mijn stempel maak ik schoon aan mijn chamois. Mijn chamois is een soort zeem. Dus omdat de inkt op waterbasis is en de zeem vochtig is, kan je dus zo de inkt eraf wrijven. En dan is hij weer klaar voor het volgende gebruik. En het voordeel van zo'n chamois ten opzichte van bijvoorbeeld billendoekjes, is dat er niet allemaal van die rare pluisdraadjes aan komen te zitten. Dus wat dat betreft is hij veel fijner. Ik kies er altijd voor om de mijne te bewaren in stempeldoosjes. Die stempeldoosjes kun je namelijk ook los kopen. Of nou ja, los in setjes van 4 kopen. Dus, en dan is hij mooi redelijk luchtdicht, niet volledig. Dus hij kan nog steeds een beetje ademen. Maar hij droogt ook uit als je hem een hele tijd niet gebruikt hebt. Maar dan leg je hem weer gewoon, hou hem onder de kraan. En dan wordt hij weer zacht en dan kan je hem weer gebruiken. Dus. Wat ik hierbij wil stempelen is een taartje en een kaarsje met een vlammetje. En ik denk dat het verstandiger is om van boven naar beneden te stempelen in plaats van beneden naar boven. Dus ik ga toch nog een keertje met mijn vlammetje aan de slag. Ik probeer hem in het midden. En ik hoop dat ik gewoon goed uit ga komen. Altijd spannend dit, hè? Dus dat was Daffodil Delight. De kleur die ik hiervoor wil gaan gebruiken heet Summer Splash. Summer Splash is een van onze incolors. Wij krijgen ieder jaar 5 nieuwe inkleuren. En die blijven 2 jaar in het assortiment. Dus er is een overlap in van 2 jaar. Dus we hebben nou de 2023 tot 2025 kleuren die nu in het laatste jaar zitten. En we hebben de 2024 tot en met 2026 kleuren, waar deze er een van is, die nog de rest van dit jaar en het volgende catalogusjaar in het assortiment zitten. Ik moest er eventjes over doen dat ik het allemaal goed zei. Dus hiermee wil ik het kaarsje gaan stempelen. Dus die komt hier eronder. En de taart komt dan weer daaronder. Oh, hij is wel erg nat. Als ik merk dat mijn stempelkussen zo nat is, zoals wat hij nou is, dan vind ik het fijn om eventjes de inkt naar beneden te duwen. Dat doe je gewoon met een paletmes. Dus de inkt die blijft wel in het kussen. Het is niet dat je het weggooit of zo. Alleen het zit dan wat minder aan de oppervlakte, waardoor je minder kans hebt dat al je lijntjes in je stempel helemaal dicht vloeien. En waardoor je dus een betere afdruk gaat krijgen. Dus als het goed is, is dit... Ah, het voelt al beter. Het voelt gewoon al beter. Dus die komt hier daaronder. Kijk. Eeuw, daar zat ik hem met mijn vingers in. Dat is niet handig.
Dan zijn we al bijna klaar met onze kaart. Het is echt een clean en simpel kaartje. Want wat ik nou ga doen is, dit valt een beetje weg. Zou ook kunnen, maar ik vind het leuk als er nog net een laagje tussen zit. Dus ik heb een laagje Daffodil Delight kaartkarton. Dus dat is dezelfde kleur als van mijn inkt. Die is gesneden op 6,5 bij 10,85. Dus dat is een halve centimeter groter dan mijn gestempelde paneeltje. En dan heeft hij net een klein beetje lift. Een beetje onderscheid. Om hem echt wat lift te geven, ga ik Stampin' Dimensionals gebruiken. Stampin' Dimensionals zijn foam vormpjes. 6 hoekjes in dit geval. En die zorgen ervoor dat je net wat diepte hebt in je project. En vooral bij een clean en simpel kaartje. Waarbij er dus visueel alles eenvoudiger gehouden wordt. Hè? Wat strakker. En simpeler. Dan vind ik het leuk als hij in ieder geval ook nog wel wat diepte erin heeft. Ik ben altijd bang dat dingen door gaan hangen. Dus ik ben altijd een beetje te gul met mijn Dimensionals. Maar het is zo'n leuke manier om je project net wat extra's te geven. Dus die komt hier midden op mijn paneeltje. En deze ga ik dan vervolgens weer met mijn Tombow lijm, de multifunctionele vloeibare lijm, op mijn basiskaart plakken. Even zorgen dat ik weet aan welke kant die open gaat. Jawel, ik heb regelmatig mijn kaarten verkeerd om opgeplakt. Dus ik controleer het tegenwoordig liever een keer te veel dan dat ik hem verkeerd heb. En dan is dit mijn clean en simpel verjaardagskaartje. Easy peasy toch? Mocht je nou afvragen, hou ik het hier echt bij? Nou, ik zal deze keer laten zien wat ik nog meer kan. Nou ja, meer kan. Ik pak namelijk nog een heel gelukkige verjaardagspreuk. Gewoon om een kaartje net een klein beetje meer af te maken. Aan de binnenkant. Summer Splash inkt. Kijk, dan is hij aan de binnenkant ook netjes klaar. Een heel gelukkige verjaardag. En wat ik ook altijd doe. Aan de achterkant. Ik heb een stempel laten maken. Oh. En ik kan opzoeken waar het was. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Maar daar staat op dat ik hem gemaakt heb. Daar staat ook netjes Stampin' Up bij. Want dan voldoe ik aan de Angel Policy. Als je niet weet wat dat is, neem gerust contact op met me. Of kijk op de Stampin' Up site. En zo heb ik dus een kaartje wat op een naam en een adres na gewoon klaar is om te versturen. Hoewel dit kaartje redelijk eenvoudig eruit ziet en ook makkelijk na te maken is, heeft het natuurlijk nog steeds een impact. En hij zou leuk zijn in iedere kleurencombinatie. Dus wil je meer inspiratie met clean en simpel kaartjes? Kijk dan vanavond om 7 uur naar de Stampin' Hop Instagram Hop. Je kan hieronder een link vinden naar mijn Instagram. En vanaf daar kan je dus weer doorspringen langs de verschillende pagina's van de andere deelnemers. Het is reuze leuk om te zien. Vergeet ook niet om overal een comment achter te laten. Dat vinden wij dan weer leuk om te lezen. Dus, en wil je zelf creatief aan de slag en heb je daar nog spulletjes bij nodig? Dan ben je natuurlijk bij mij ook aan dit juiste adres. Ik ben een onafhankelijke Stampin' Up demonstratrice en ik help jou natuurlijk graag met je bestelling. Je kunt hem plaatsen door een mailtje te sturen naar leonie@prulleke.nl. Op die manier kan ik alles nog een keertje met je doornemen. Controleren of je niks over het hoofd hebt gezien. En je kan op die manier meedoen met een verzamelbestelling. Maar als je zegt, nee, ik weet het helemaal zelf. Ik doe het liever via de webshop. Dan kan dat natuurlijk ook. Onder in de beschrijving staat een link naar de webshop. Je vindt daar ook een gastvrouwcode bij. Die kan je gebruiken bij al je bestellingen tot aan de 200 euro. Maar weet dat wanneer je inderdaad via de webshop bestelt met die gastvrouwcode. En je besteedt minimaal 60 euro aan producten. Je aan het begin van de nieuwe maand nog een kleinigheidje krijgt van mij. Als dank dat je mij had gekozen als jouw demonstratrice. Nou, dat was hem eigenlijk weer voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet om ook hier een duimpje omhoog te geven. Laat een comment voor me achter. Dat is altijd reuze leuk om te lezen. En vergeet ook niet om je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Want ja, gratis content. En iedere dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dus wie wil dat nou niet? Goed, dat was het weer voor nu. Ik wens je vast een heel fijn weekend. Vergeet niet om vanavond lekker te hoppen. En graag tot de volgende keer. Doei doei!